Staatsoliedirecteur Rudolf Elias benadrukt dat blok 58 in offshore Suriname niet wordt verkocht. Dit zegt hij naar aanleiding van berichten op social media, al zou dit blok ten verkoop zijn aangeboden op de internationale markt. De staatsoliedirecteur betreurt ook de geruchten, al zou het staatsbedrijf in zwaar weer terecht zijn gekomen als gevolg van de kelderende wereldmarktprijzen van olie. Hij onderstreept dat blok 58 in offshore Suriname staatsolie toebehoort en niet de staat. Ja, er zijn ontzettend veel geruchten, vooral op social media, dat dat gaat gebeuren. Dat is absoluut niet waar. Dat hebben we ook geprobeerd uit te leggen in de pers. Het is absoluut niet waar dat staatsolie, en laten we het duidelijk zijn, blok 58 is van staatsolie. Veel mensen denken dat blok 58 van de staat is. Nee. Blok 58 is van staatsolie en staatsolie is natuurlijk van de staat, maar in eerste instantie heeft staatsolie daarover te beslissen. En de enige die daarover kan beslissen is staatsolie, over of we het wel niet gaan verkopen. En staatsolie is alleszins van plan om het niet te verkopen en tot het einde dat we ons participatierecht gaan handhaven. Is het ook zo dat de opbrengsten van deze blokken zullen worden uitgegeven aan het betalen van schulden van de overheid? Is dat zou wel kunnen natuurlijk. Als we dadelijk olie produceren, dan worden de stromen naar de overheid, die worden natuurlijk gigantisch. Als je alleen maar kijkt naar de eerste oliefonds, dat is de oliefonds van Makka, dan kan ik u nu al zeggen dat daar minstens 10 tot 15 miljard dollar gaat stromen naar de overheid, naar de staat, dus niet naar staatsolie, maar echt naar de staat Suriname, van olieinkomsten en in de eerste 20 jaar van productie. En wij verwachten natuurlijk dat er nog meer oliefondsen komen na deze eerste oliefonds. Ondanks de steeds kelderende olieprijzen is er tot nu toe geen reden tot bezorgdheid, zegt Elias verder. Hij wijst erop dat wanneer de olieprijzen dalen, de goudprijzen omhoog schieten, waardoor staatsolie blijft verdienen. Het bedrijf heeft namelijk aandelen in het goudbedrijf Newmont. Op de vraag of de op hol geslagen koers effect heeft op de olieprijzen in Suriname en de bedrijfsvoering van het bedrijf, antwoordt Elias ontkennend. Ik heb ook geprobeerd dat uit te leggen zelf in mijn jaarrede van 2020. Staatsolie is in principe sterker als ooit. We zijn nu niet alleen maar een oliebedrijf, maar we hebben ook grote investments gedaan in goud. En zoals de wereld nu eenmaal in elkaar zit, als olie naar beneden gaat, gaat goud stijgt in prijs. En dat hebben we ook gezien. In het afgelopen jaar is goud met meer dan 500 tot 600 dollar per troy ounce gestegen. En we produceren like 100.000 troy ounce, samen met Newmont 500.000 troy ounce. Dus dat wil zeggen dat dat een deel van de daling van de olieprijs opvangt. Wat ik ook altijd heb geprobeerd uit te leggen, staatsolie is een low-cost producer. Dus het produceren van de olie, dat is gewoon niet duur bij staatsolie. Onze productie voor onze olie die ligt ergens rond de 10 dollar. Als we dan ook nog onze projecten meenemen om ervoor te zorgen dat we de olieproductie sustainen, met alle overheads bij elkaar, ligt dat ergens tussen de 20 en de 25 dollar. Oftewel, een staatsolie die kan best tegen een stootje en we kunnen er best tegen als de olieprijs daalt tot een prijs van 30 dollar. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias vandaag in een interview met onze nieuwsdienst. Hij reageerde op de geruchten al zou blok 58 in offshore Suriname ten verkoop zijn aangeboden en dat het staatsbedrijf in zwaar weer is gekomen vanwege een daling van de olieprijs op de wereldmarkt.